Jongens, Jeroski hier en welkom bij weer een nieuw deel van Party Gamers Live hier op mijn kanaal Jeroski Gamer. We spelen weer Sharpshooter, maar deze keer op de map Hijacked. Ik heb natuurlijk net ook al een deel geüpload, maar ik dacht ik upload er gewoon nog een keer. Zo te zien spannen we meteen met de MSMC en we gaan gewoon weer proberen het game te winnen. Zo te zien zitten we ook in een goede lobby waar wat goede mensen in zitten. Dus misschien winnen we weer niet, misschien winnen we wel, maar dat zien we gewoon aan het einde van het potje. We gaan natuurlijk wel gewoon proberen te winnen, maar soms zit dit allemaal niet even mee en dan kan je natuurlijk niet winnen. Maar meestal win ik wel gewoon, want als ik verlies dan kan ik het natuurlijk niet tegen. Hier staat alweer iemand AFK, echt in elke Party Game Mode die ik tot nu toe heb gespeeld. Staat er gewoon iemand AFK. Ik vind het jammer dat mensen AFK gaan staan. Want je kan net zo goed gewoon de game leave. Je verneukt alleen maar je stats mee. Maar ja, als hun dat zo graag willen, dan mogen ze van mij allemaal AFK gaan staan. Het zijn alleen maar free kills voor mij. Dus mij maakt niet heel veel uit als AFK gaan staan. Ook nog gratis punten voor mij. Dus het boeit mij allemaal helemaal niks. Maar het is wel minder leuk als mensen AFK gaan staan. Dus je kan het beter gewoon niet doen. Je kan beter gewoon gaan rondrennen. Maar vandaag wil ik eventjes zeggen. Want ik krijg echt heel vaak in de lobby mijn naam te horen. En als je me gewoon tegenkomt in Ground War. Als je me tegenkomt in Sharpshoot, dan kan je altijd gewoon mijn naam noemen. Want dan zet ik gewoon mijn microfoon aan op de PlayStation. En dan kunnen we dus gewoon eventjes praten. Als je vragen hebt, kan ik ze daar ook meteen antwoorden. Dus mocht je me een keer tegenkomen op de PlayStation, kan je altijd gewoon vragen of ik eventjes mijn microfoon aan wil zetten. Meestal zet ik hem wel aan, maar soms heb ik hem bijvoorbeeld ook gemute. Als ik gewoon iedereen in de room heb gemute. Of soms hoor ik het niet, omdat ik bijvoorbeeld op Skype aan het praten ben. Maar als ik het gewoon even vraag, dan zet ik denk 90% van de tijd wel mijn microfoon aan. Want ik kom echt heel vaak mensen tegen die me gewoon kennen online op Black Ops 2. Dus als je me tegenkomt, zet gewoon je microfoon aan. Vraag of ik ook mijn microfoon aan wil zetten. En dan komt het wel goed. En dan kunnen we gewoon eventjes praten met elkaar. Want ik vind het leuk als mensen me herkennen op bijvoorbeeld Call of Duty. Ook gewoon op straat zelf. Want ik heb nu op school een paar mensen lopen die kennen me ook van YouTube. En dat vind ik gewoon leuk. Ik kwam vandaag weer op school. En zeiden ze weer: hey Jan, hoe gaat het ermee en alles? Dat vind ik gewoon leuk als mensen me aanspreken. Dan dat ik bijvoorbeeld die video's maak. Dat kaart ook weer eens aan hoe bekend ik eigenlijk aan het worden ben op YouTube. Het klinkt een beetje raar bekend worden, maar ik vind het echt gewoon grappig. Ik zag net ook aan mijn views op YouTube bij de laatste paar video's dat we gewoon ongeveer 2000, 3000 views per video kregen. En dat is gewoon niet meer normaal, jongens. Daarvoor wil ik jullie dus sowieso nog even bedanken dat we gewoon zoveel views kunnen krijgen op bepaalde video's. Hier staat echt al de hele tijd iemand te campen. Hij staat volgens mij ook eerste. Ja, hij staat eerste. Hij staat hier al het hele game te campen. Daar achterin. Hij had dus ook dubbel points, waardoor hij nu gewoon dik eerst staat. Ik vind het echt irritant als mensen gaan campen in Party Game Mode Live. Het staat bij die game mode Just for Fun. En als mensen dan gaan camp in deze game mode, dan ben je echt gewoon best wel noob bezig. Want deze game mode is voor fun. Dat staat er nog expres aangegeven dat het voor fun is. En als je dan gaat campen, dan speelt het dus niet voor de fun. Dan speelt het voor de win om bijvoorbeeld je win-lose ratio te boosten. Want alles in deze party games tellen ook gewoon mee voor je stats. Je KD telt mee, je win-lose ratio telt mee. Dus als je iets wil boosten in deze game mode, dan kan je het dus altijd doen. En deze persoon die is dus waarschijnlijk zijn win-lose ratio aan het boosten. Die wint gewoon elk game door middel van te gaan campen. Ik vind het jammer dat je in deze game mode bijvoorbeeld gaat campen. Maar ja, als hij het zo graag wil, dan doet hij het bij mij. Maar ik heb er niet heel veel last van. Zodra ik game maar gewoon zo meteen win, dan vind ik het ook wel allemaal best. Op dit moment hebben we de XPR50. Dit wapen heb ik echt nog nooit gezien. Ik heb er ook nog nooit iemand mee rond zien lopen. Dit is de allereerste keer dat ik het gebruik. En het is echt gewoon een baggerwapen zo te zien. Hij heeft veel te veel recoil voor een snipe. Dat vind ik niet meer normaal dat de snipe zoveel recoil kan hebben. Maar ja, het is ook weer een automatische snipe. Dus aan de ene kant is het weer chill dat hij meer recoil heeft. Want anders gaat iedereen er gewoon mee lopen campen. Dan gaan ze gewoon in een hoekje lopen zitten. En gewoon een beetje hardscopen. En als je dan geen recoil hebt, dan kan natuurlijk iedereen de kills mee krijgen. Maar ik ben best wel blij dat hij dus recoil heeft. Want dat maakt het wapen ook weer wat minder overpowered. Oh, een prachtig. Een no-scope recht in zijn pisvlek. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar volgens mij spande hij er net. Dus daar kon hij ook niks aan doen. Hier staat er nog eentje. Die gaat zo te zien naar achter staan. Iedereen gaat altijd naar achter staan. Want Hijacked, die spans zijn echt gewoon verrot op Hijacked. Ik weet niet wat er met deze spans zijn gebeurd. Maar als hun allemaal willen gaan spanstrappen of als ze andere dingen gaan doen, dan doen ze het maar lekker. Ik blijf lekker rondlopen met mijn vectortje. Met een red dot sight en nog iets erop. Oh, select fire. Waarom zou je in godsnaam select fire op een vector zetten? Het is een submachine gun en dan moet je gewoon automatisch mee. Want anders kan je helemaal niemand ermee killen. Dus ik snap niet waarom ze nou weer select fire op dit ding hebben gezet. We zullen wel een keertje uittesten. Oké, select fire staat aan. Even uittesten. Oh, het is dan een 3-burst wapen, joh. Zo, dat is chill. Hé, dat is best wel chill als je. Dus als je. Oh, kijk eens aan. Dit is chill. Oh, dat wist ik niet. Oh, dat is echt chill, gek. Oh, dat ga ik denk wel even uittesten in multiplayer. Dat is best wel chill. Want dan kan je dus ook op afstand schieten met gewoon een submachine gun. Want de meeste submachine guns kunnen natuurlijk niet op afstand. Maar deze kan dus wel op afstand als je die select fire erop zet. Dat is best wel een leuke uitvinding weer hier gehaald in sharpshooter. De sharpshooter is nog wel ergens goed voor als je gewoon wat wapens wil uittesten. Of als je iets nieuws wil ontdekken. Dat is best wel chill dan. Gewoon select fire op die vector zetten als je op afstand wil schieten. En als je dan gewoon weer van dichtbij wil schieten. Dan zet je select fire weer uit. Dan klik je weer eventjes op pijltje naar links. Of weet ik veel wat het op de Xbox is. Want er kijken waarschijnlijk ook Xbox mensen op het moment. Druk je een ander knopje in. Ik weet niet wat het is. Dus het maakt me ook niet heel veel uit. Want ik heb pas één keer op de Xbox gespeeld met zo'n controller. Dus ik heb ook geen flauw idee hoe dat allemaal werkt op de Xbox, wat er knopjes zit. Ik weet dat er een X of zo zit of, nou, ik weet het nog niet eens. Ik weet amper of er een X op zit. Het gaat ook niet heel erg om die Xbox controller. Ik kwam daar opeens random op terwijl ik dit commentary aan het maken was. We moeten alleen wel even het game proberen te winnen. Als we nou eventjes gewoon hierachter gaan campen, wat nou eigenlijk iedereen aan het doen is. Even kijken of we dan double points kunnen halen, waardoor we gewoon eventjes snel die punten kunnen krijgen die we nodig hebben. Nee, een war machine. Ik haat dit ding zo erg, hè. War machine. Die dingen kan je krijgen uit de care packs. Ik weet niet hoe je ze allemaal kan krijgen. Volgens mij is het ook nog een killstreak in het spel.
Als je gewoon, oh shit, hij schiet nu noobtubers op mij. We blijven hier even achter camp, want hij schiet nu echt fucking veel noobtubers op mij. Even wachten hier. Nee, hij heeft me alweer. Ah, we staan op dit moment nog 50 punks achter en we krijgen als laatste dit baggerwapen. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk zullen we dit game dus ook weer gaan verliezen. Hier staat nog iemand te campen. Kijk eens aan, alsjeblieft, vriend. Hier staat nog iemand. Kom op, schiet direct impact. Nee, hij killt mij ermee. Kom op, jongens, we staan 70 punten achter. We kunnen altijd nog winnen. Kom aan, kom aan, kom aan. We moeten dit game gewoon winnen. Ik heb geen zin om het hele te verliezen. Maar sharpshooter is het zo moeilijk om in te winnen. Omdat echt gewoon iedereen geluk moet hebben om te winnen. Je moet gewoon geluk hebben dat jij een enemy kan killen. Dat zij niet heet dat jou killen. En we hebben dit game gewoon weer verloren. Ik vind het jammer, maar we zullen de vorige bandje game mode gewoon weer wat anders doen. Want sharpshooter kan ik zo te zien niet winnen. Maar jongens, als je de video leuk vond, vergeet dan alsjeblieft een duimpje omhoog te geven. Ik weet niet waarom ik altijd klap in mijn commentaars. Want soms luister ik ook een commentaar van me terug. En zit ik de hele tijd als ik praat zo te doen. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar ik praat heel vaak met gebaren. Dus dat doe ik nu weer. Jongens, als je de video leuk vond, vergeet hem dan alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. En als je hem niet leuk vond, ga dan gewoon een andere video kijken. Of unsubscribe als je helemaal niks van me leuk vindt. En geef hem alsjeblieft een duimpje omlaag, want dat demotiveert me ook weer om video's te maken. Dus jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.